Ooit begon het als een revolutie van die man, Johan Cruijff. Hij wilde zoveel mogelijk ex-voetballers op belangrijke plekken binnen Ajax. De laatste van die ex-voetballers, Edwin van der Sar, is vanmorgen opgestapt. Ja, en dan haal je de eerste reactie natuurlijk hier op de Albert Kuip. Wat vindt u ervan, Edwin van der Sar weg? Nou, het is de mooiste dag van mijn leven vandaag. Oh ja? Ja, ja. Waarom? Kan gewoon niet meer. Kan niet meer. En helemaal niet meer in het huidige voetbal van tegenwoordig. Dit kan niet meer. Als je niet presteert, ga je eruit. Klaar. Er lopen zoveel mensen die geen baan meer hebben. Dus daar ga ik me echt niet druk om maken, hoor. En een eerste reactie op het nieuws? Niet onverwacht, denk ik. Nee. Zat er een beetje aan te komen? Ik denk het wel, ja. 2 jaar te laat opgestapt. Oh ja? Ja. Vertel, was u er zo klaar mee? Een beetje wel. De man heeft geen uitstraling. Zijn houding. Het is ook, hij heeft ook helemaal geen uitstraling. Zijn houding. De afgelopen jaar was natuurlijk geen best seizoen. Goeiedag. Ja, u bent onderweg naar Ajax, naar de toekomst, denk ik, hè? Zeker. Ja, ik kan nergens anders zijn, hè? Nee, dat klopt. Ja, hoe is het nieuws van Van der Sar bij u binnengekomen? Ja, verrassend. Maar meer wil ik niet over kwijt. Maar wel verrassend. Zeker. Dankjewel, hè. Hallo, mevrouw. Mag ik u wat vragen? Oh, ook niet heel kort. Waar gaat het over? Over de directeur. Welke directeur? Meneer Van der Sar. Ik weet niet waar je het over hebt. U werkt niet bij Ajax? Nee joh, ik ben verkeerd gereden. Ik moet naar het tankstation. Dag! Wat vind je van het nieuws van Van der Sar? Ja, nou, ik schrok er wel een beetje van, maar ik schrok ervan. Zag je het aankomen? Aankomen niet. Nee, je leest natuurlijk wel wat in de media, maar ik zag het niet aankomen. Nee. Trek de boetekleed aan, dat heeft hij dan gedaan. En ja. Dit is de conclusie. Maar hij had het al veel eerder moeten doen. Er zal wel weer een ander in de rij staan, denk ik. Ja. Of, want ja, dat denk ik niet. Nou, vertel het maar. Nou, wie is een goeie, denkt u, meneer? Ik zal geen flauw idee hebben, man. Ik hoef het in ieder geval niet te doen, want ik heb er geen ballen verstand van. Dus, kunnen u van de lijst afstrepen? Nou, ik denk het haast wel, ja. Wie moet hem opvolgen? Ja, Bos, hè? Ja, maar we hebben het over de directeurspositie, hè? Ik dacht dat... Edwin van der Sar was de algemeen directeur, ja, meneer. Ik snap hem. John Heitinga is de trainer. Ja, John Heitinga is de trainer. Dat zijn we weer grappig, hè? Jordi Cruijff? Ja, dat zou... Ja, nou, jij weet het beter dan ik. Ja, dat zou een uitstekende keuze zijn, ja, ja. En die is ook beter bespraakt dan meneer Van der Sar. Bedankt voor uw tijd. Wat zei je? Bedankt voor de tijd. Nee, graag gedaan. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Kijk, hij staat toch te lachen. Dus hij denkt, ik laat nog even doorfilmen. Er komt nog een verhaal. Nou, ik heb niks meer te vertellen, hoor. Oké. Dag!